armoede in de regio neemt toe, supporters Vitesse weer welkom in het Goffertstadion en Down the Rabbit Hole presenteert nieuwe namen. Dat de prijzen stijgen en alles duurder wordt is helaas niets nieuws meer. Het zorgt ervoor dat ook de armoede in de regio toeneemt. Dat merkt ook de Vincentiusvereniging die het aantal aanmeldingen van steunaanvragen ziet groeien. Zij wijden het vooral aan de duurdere dagelijkse boodschappen. De Vincentiusvereniging helpt mensen die tussen wal en schip vallen met voornamelijk met geld, maar ook met kleding en spullen zoals wasmachines, vloerbedekking, dat soort zaken. Wanneer komen mensen bij u aankloppen? Wat ik net zeg, mensen tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld gedwongen moeten verhuizen, om wat voor reden dan ook, maar geen geld hebben voor vloerbedekking en verf. Ze hebben bijvoorbeeld 2 jaar ervoor van de bijstand daar geld voor gehad, dus komen ze daar nu niet voor een aanmerking, maar ze zitten wel in een kaal huis. Als u nou eens kijkt naar de afgelopen, 2-3 jaar... Ziet u daar dan een stijgende lijn in de hoeveelheid armoede in Nederland? Nu met de duurdere boodschappen en de duurdere energie zie je natuurlijk wel weer dat de aanvragen stijgen. Zeker die duurdere boodschappen, dat is natuurlijk een ramp voor mensen. Die kunnen gewoon niet meer rondkomen van hun inkomen. Dus eigenlijk zou in plaats van dat de overheid allerlei ad hoc steunmaatregelen geeft, zouden gewoon de uitkeringen structureel verhoogd moeten worden en het minimumloon. Dan doe je echt wat aan armoede. Maar goed, dus potjes zoals de Vincentius blijven wel heel hard nodig, helaas. Bij de wedstrijd tussen NEC en Vitesse op 16 april mogen er na 2 derbies weer uitsupporters aanwezig zijn in het Goffertstadion. Dit heeft NEC besloten in overleg met het OM, de burgemeester en de politie. Het gaat om een vol uitvak met 500 supporters. Burgemeester Bruls heeft er vertrouwen in dat deze derby wederom zonder ongeregeldheden zal verlopen. Hij gaat ervan uit dat uit- en thuissupporters zich gedragen voor, tijdens en na deze wedstrijd, zodat het echt om het voetbal gaat. Er komt binnenkort een einde aan de geluidsoverlast in de avonduren van de padelbanen in Beuningen. Na 7 uur 's avonds zou er bij de tennisclub De Linde geen padel meer mogen worden gespeeld. Dat komt naar voren uit een geluidsonderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten. Alleen als er iets gedaan wordt aan de geluidshinder, door een geluidsscherm van 4 meter hoog te bouwen, kan er worden doorgespeeld tot uiterlijk 8 uur. Het festival Down the Rabbit Hole heeft een aantal nieuwe namen toegevoegd aan de line-up voor de komende editie. Onder deze namen zijn Ben Howard, Cella Shue en Sophie Tucker. Eerder werden al grote namen bekendgemaakt als Stromae, Fred Again en Paolo Nutini. Down the Rabbit Hole vindt dit jaar plaats op de Groene Heuvels in Ewijk van 30 juni tot en met 2 juli. Voetbal is goed voor het geheugen. Dat blijkt op de bijeenkomst die NEC maandelijks organiseert voor ouderen. Ze zijn vaak van alles vergeten, maar oude voetbalverhalen herinneren ze zich nog als de dag van gisteren. Zeker als ze worden verteld door Leen van Looijen. Hij zegt, volgend jaar moet je assistent worden. Leen Looijen vermaakt ouderen met anekdotes uit lang vervlogen tijden. Hij heeft er zelf ook plezier in. Het mooie van het leven is dat je vaak, dus ook over je militaire dienst, je onthoudt de mooie dingen. En als je dan wat achtergrond krijgt over de mooie dingen die gebeurd zijn, de promotie en we hebben bijna niet gesproken over het feit dat we ook slechte tijden gehad hebben, hele slechte tijden. Nu komt ook deze verhalen komen weer allemaal dingen boven. De ouderen nemen ook even een kijkje in het stadion. De bijna 90-jarige Pedro Koolman is er met zijn kleinzoon. Hier ken ik heel veel mensen. Heel veel mensen groeten mij, maar de namen weet ik niet eens. Maar ik zeg altijd goeiedag. Ja, super gaaf natuurlijk. Ik wist helemaal niet dat NEC dit initiatief nam. En vorige keer is mijn moeder mee geweest. En dit keer zei ik van, nou, ik zou wel graag een keertje mee willen gaan. Want ik ben natuurlijk ook super trots op alle verhalen die ik vanaf kleins af aan al heb gehoord van hem. Nou, tegen Vitesse natuurlijk, hè. Uiteraard, ja. Het moet gewonnen worden. Dus een voetbalclub is meer dan voetbal. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dan kijken we even naar de social media. De organisatie van de Stevensloop laat op Instagram weten dat dit de laatste week is waarin mensen zich kunnen inschrijven voor de Nijmeegse Stadsloop. Volgend weekend op 18 en 19 maart zal het event vervolgens plaatsvinden.
met op zaterdagavond de Stadscross en op zondag de Stevensloop. Naast de provinciale statenverkiezingen mogen we volgende week ook weer stemmen voor de waterschappen. Omdat blijkt dat veel mensen hier maar weinig van af weten, heeft de gemeente Nijmegen een video geplaatst op Facebook waarin zij nog eens laagdrempelig uitleggen wat de waterschappen zijn en wat het belang hiervan is. En dan sport. NEC speelde gisteren in de Johan Cruijff Arena de uitwedstrijd tegen Ajax. De ploeg van Rogier Meijer kon weer rekenen op veel support vanuit Nijmegen, want er waren 950 supporters meegereisd. Die zagen een goed NEC dat goed stand hield tegen Ajax, maar door een slordige fout van verdediger Bart van Rooy wist Ajax toch te scoren en de winst te pakken. Wat overheerste dan na een 1-0 nederlaag tegen Ajax? Dan overheerste er altijd twee gevoelens. Hè. Eén is dat je verloren hebt en dat is altijd een zuur gevoel. En twee is denk ik dat je op een bepaalde manier gespeeld hebt, wat wel een bepaald beter gevoel geeft, een bepaalde tevredenheid over het spel. Die twee gevoelens. Toch had ik het idee dat er misschien wel meer in zat. Ja, maar dat gevoel hebben we allemaal, omdat ik ook vond dat de ruimtes lagen. En ik vond eigenlijk zeker de tweede helft wat angstig ook daarin. Alleen dan gaat het natuurlijk om, als je daar bent in de zone waar je een kans of een doelpunt kan maken. Ja, tegen deze ploeg moet dan wel alles goed zijn. En er zaten een aantal momenten bij. Hè. Ik had het moment van Magnus terug, de tweede helft. Ja, als je die goed neerlegt, krijg je een echte kans. En dat is nog het verschil denk ik tussen de echte top en waar wij zijn. Vandaag was het weer een klein beetje wisselvallig. Er was van tijd tot tijd zon, maar we kregen ook de enkele bui mee. Vanavond trekt er een regengebied richting het oosten over ons heen en morgen zal het vervolgens weer wisselvallig zijn. We krijgen dan nog de nodige buien te verwerken waar ook de natte sneeuw bij zal zitten. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 5 graden. Ook de dagen erna zal dit weerbeeld aanhouden. De nachten erna krijgen we dan weer te maken met wat nachtvorst. Het wordt daarbij gemiddeld min 3 graden. Overdag wisselen de winterse buien en droge perioden elkaar af. De temperatuur zal overdag rond de 5 graden blijven schommelen. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de streek in waarin we het kasteel in Hermen bezoeken. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!